Yo, wat is het mensen, Dubbies Gamer hier en vandaag heb ik een tutorial voor jullie, want heel veel van jullie vroegen af hoe je een GTA 5 cinematic, zoals wat ik al doe, maak. Klopt die zin? Ik heb geen flauw idee. Maar jullie wouden dus weten hoe ik cinematics maakte en ik dacht van laat ik maar eens een video voor jullie maken, zodat jullie zelf ook je eigen cinematics kunnen maken en gewoon prettiness all around YouTube kunnen uploaden. En het eerste wat je natuurlijk wil doen is GTA opstarten, dat is natuurlijk de main thing. Je hoeft niks te downloaden, absoluut helemaal niks om dit te kunnen doen. Er zijn geen plugins, het zit allemaal in GTA zelf. Tenzij je op Xbox 360 of PlayStation 3 speelt, dan kan je dit helemaal niet. Want die heeft geen Rockstar Editor. Alleen PlayStation 4, Xbox One en PC. Maar goed, laten we maar beginnen. Je wil natuurlijk een video opnemen. Ik doe nu snel een voorbeeldje, maar natuurlijk je moet iets doen wat je zelf wil doen. Maar ja, hè, als je snapt wat ik bedoel. Maar goed, laten we zeggen deze auto. Die vinden we vet mooi. En ik wil hier een cinematic van maken hoe hij hier over de snelweg rijdt. Nou ja. Druk even 1. Dat is trouwens alleen voor PC, want ik ben natuurlijk een PC-speler, dus dat is alleen voor PC voor nu. Dus je rijdt gewoon even door. Drukt F1, dat is de recordknop. En je ziet het balkje, of dat rondje linksom erin, langzamerhand opvullen. En dat is hoe lang hij één clip gaat opslaan. Zo, klaar. Nou, oké. Dit is dus de clip wat we opgeslagen hebben. Wat we dan willen doen is even director mode ingaan. En laat ik jullie gewoon zien wat je daar allemaal in kan doen. Ja, het is heel handig, maar als jij dingen wil opnemen zoals de nieuwe updates, de auto's van de nieuwe updates of jobs van nieuwe updates, dat soort dingen, dat kan allemaal niet in singleplayer. Want blijkbaar Rockstar update het niet in singleplayer. Dus ja, dat is een beetje jammer, maar ja, het is gewoon helemaal zo. Ik ga M drukken, ga naar director mode en dan zegt hij ja, wil je dat launchen? Tuurlijk wil ik dat. En dan krijg je dit te zien, dit scherm. Dus een trailer met je poppetje in de ingang staan. Hier kan je verschillende actors uitkiezen. Dus bijvoorbeeld weer downtown, een casual guy. Hey, is monkey. En kun je dus bijvoorbeeld poppetjes kun je dus kiezen door al deze dingetjes te doen. Het is bijvoorbeeld de beach bums, dat zijn dus de strandgasten. En je kan trouwens de gender kan je aanpassen. Dus wil jij een vrouwelijke character hebben, kun je dat natuurlijk zo veranderen en heb je gewoon vrouwelijke characters. Dat kan allemaal. De autorist wil hebben zoals deze, dan kun je dat doen en selecteren en dan ga je erin en dan even wachten. Zoals je ziet ben je nu deze sexy lady. Oh damn. Kijk jongen, kijk die booty. Oké. Beetje erg. Maar dit kan zo, dus je kan verschillende characters kun je uitkiezen. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker tussendoor kijken wat voor jou geschikt is. Dus nu ben je in director mode en wat je hier kan is druk opnieuw weer op M. Je kan de settings aanpassen, dus je kan de time of day kan je aanpassen. Dus wil je zeggen je wilt het in middernacht hebben, kun je dat zo met die paaltjes kan je dat zo veranderen. En dan kun je op apply settings, dus spatie doen. En dan zie je gewoon het is gewoon midnight. Wil jij dat het weer gewoon regenachtig is, kun je bijvoorbeeld op rain doen. En kijk, het regent gewoon. Zie je? En zo kun je gewoon dingen aanpassen in director mode. Dat is super handig. Je hebt ook gewoon alle wapens tot je beschikking. Dus wil jij de minigun gebruiken, staat er gewoon tussen. Dan hoef je niet level 100 of weet ik voor wat te wezen. Dat heb je gewoon allemaal. Meende ik hoor. Ik dacht het gewoon voor wel. En je kan use locations. Je hebt dus vastgemaakte locaties. Die heb je gewoon hier op een map. Die kun je tussen kiezen. Dus willen wij hier spawnen dan enter drukken. En dan ben je gewoon in een nieuwe locatie. Even laden. Kijk, dan ben je gewoon een nieuwe locatie. Zo kun je dus gewoon van locatie veranderen. Garage kun je gewoon, of je kan van actor kun je switchen. Dus kun je even hier snel doorheen kijken. Dit kan gewoon allemaal, hartstikke gemakkelijk. En de garage die je hebt van single player, hij gebruikt alleen auto's van je single player. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een attack chopper die ik wil spawnen. Want die heb ik een single player gekocht, dus die kan ik hier ook inspawnen. En dan zul je zien. Het zit hier gewoon tussen. Hier kun je, net zoals een multiplayer, kan je gewoon F1 drukken. Een recordje. Om dit te recorden kan je van multiplayer en singleplayer. En dat is eigenlijk gewoon het deel van de possibilities. Gewoon het in-game opnemen. Dus dit, die kan dus director mode gebruiken of online. Helaas heb je in online geen director mode waar je gewoon de weer en zo kan aanpassen. Dus dat is jammer. Dus je moet gewoon doen met de tijd wat je dan hebt.
En ja, laten we gewoon naar het gedeelte gaan van het bewerken van de camera's en de depth of field en alles wat goede shit. Zullen we daar gewoon even heen. Dus wat je wil doen is escape drukken. Je gaat naar Rockstar Editor. Let op, je kan alleen naar Rockstar Editor gaan vanuit singleplayer. Dus als je probeert vanuit multiplayer erheen te gaan, dat kan niet. Je moet eerst naar singleplayer gaan. Story mode, whatever, hoe je het ook maar noemt. En dan ga je escape drukken. Ga je naar Rockstar Editor toe. Enter drukken. Dan zie je deze opties allemaal. Je kan gewoon weer terug en director mode gaan. Dus dan kun je gewoon weer terug je clips opnemen. Clip management gebruik ik eigenlijk vrijwel nooit. Videogalerie, je hebt al soort dingen. Je hebt een tutorial. Kun je volgen als je nog meer wil weten of meer in depth wil weten. Dan kan je waarschijnlijk daar ook kijken. Maar ik laat jullie gewoon zien wat ik een beetje normaal doe. Dus ik zou zeggen, create een nieuw project. Dus een nieuw project aanmaken. Dan zegt hij van, ja, onload save project. Het zal wel. Enter drukken, gewoon lekker. En dan wil je een clip toevoegen. En dan zie je hier clip bij date. Die doe ik altijd. Dan weet ik gewoon wat ik voor het laatst heb opgenomen. Enter. En dan zie je hier allemaal clips die ik voor het laatst heb opgenomen. Dan zie je bijvoorbeeld dus de cinematic van mijn Reaper video. Reaper en FMJ video. Er zitten allemaal clips tussen. En je hebt hier ook dus de clip die ik eerder had opgenomen. Dat gele bakkie. En deze net die ik heel snel even heb opgenomen van de news. Dus laten we zeggen dat we deze clip even gaan openen. Dit bakkie. Dus druk op enter op een clip. En dan zie je dit. En dan druk je gewoon nog een keer enter. Want je wil hem editen. En dan zeg je ja, ik wil hem editen. En dan vervolgens kom jij in dit scherm. En je zou denken, wat de fuck moet ik hiermee? Wat we als eerste willen laten zien is dat je hebt hier verschillende opties. Dus je hebt camera's, depth of field. Depth of field is dus de diepte, zeg maar. Dus de achterkant wordt dan blurry. Vaag wordt die dan. En de voorkant wordt bijvoorbeeld scherp. Of juist andersom, het is maar net wat je het wil. Het effects, dus dit zou ik nooit mee spelen. Hier kun je bijvoorbeeld filters op gooien. Je kan het doen, de optie is er. Ik zou het niet aanraden, ik gebruik het nooit. Want ik wil altijd de filters achteraf in een edit programma zoals Sony Vegas doen. Of je doet het in After Effects, dat is net hoe jij het wil. En je hebt audio, kun je bijvoorbeeld custom audio's kun je laten afspelen. Dat doe ik ook nooit, want ik download gewoon sound effects van bepaalde websites af om zelf te gebruiken. Je zou dat kunnen gebruiken, maar dat is allemaal natuurlijk jouw keuze. En je hebt speed, dus dat is de snelheid, hoe jij snel jouw clip laat afspelen. Dus bijvoorbeeld nu doen we op 100%, is gewoon de normale speed waar je ook in speelt. Dus als je dit afspelen, je ziet dat het nu gewoon normaal is. En je kan je ook zo, als je draait op een marker, we klikken trouwens, als je het schermpje kwijt is, kun je gewoon hier op een marker, dus dat dingetje hier links onderin, kan je gewoon klikken en dan ben je gewoon weer, heb je het schermpje gewoon weer. En dan kun je bijvoorbeeld ook een speedcade dus omlaag doen. Dus je wil slow motion. Dan kun je dat zo allemaal heel handig aanpassen. Dat is echt top hoe ze dit in gedaan hebben. En position. Kun je een beetje door de tijd heen skippen. Ik gebruik dit nooit eigenlijk. Maar je kan het gebruiken. De optie is daar. Transition. Daar raak ik nooit aan. Daar zal ik nog niet mee beginnen. Set thumbnail. Kan je zeg maar gewoon. Dan wil je zeg maar dat dit de thumbnail wordt van je video of je project, zodat je het handig terug kan vinden. Dat is maar net hoe je het wil. Ik doe er nooit wat mee. Maar de optie is er, weet je. De opties zijn er allemaal. En rechts onderin zie je save, play, cycle, reset, the back en enter. Of select. Save is gewoon je clip opslaan. Play is gewoon je clip afspelen. Cycle is door de tijdlijn voor me heen gaan. Of tussen de markers ga je dan heen. En reset is dus dat je alles helemaal reset. Dus alle check of alle markers als gewoon normaal standaard, denk ik. Ik heb het nooit gebruikt, maar denk het. Maar laten we gewoon maar lekker editen. Laten we gewoon lekker editen. Dus we hebben nu de camera engels wat we aan kunnen passen. En wat willen we hebben? Dus je kan bijvoorbeeld dit, als je hier linksonder dat markertje pakt, kun je die slepen. En dan kun je, dit betekent vanaf dit punt gaat die beginnen. En zoals je hier rechts ziet, zie je ook van dit punt gaat hij eindigen. Laten we zeggen, we hadden hier zo'n... laten we zeggen dat we hier uit gaan stappen. En ik wil een beetje een close-up hebben van dat ik ga uitstappen. Dus ongeveer... Ja, wil je dat het aankomt rijden? Ja, waarom ook niet. Dus hij stopt hier ongeveer. En wat je dan vervolgens wil doen is... de camera aanpassen. Dus dan klik je op camera's. En dan zie je hier bijvoorbeeld de gamecamera. Dus dat je gewoon hoe je het hebt opgenomen in de game. Je
Je hebt hier een free camera, dan kun je gewoon vrij kijken waar je maar wil. Je hebt hier een preset van de voorkant van de auto, of van je character, sorry. Je hebt er van de achterkant, je hebt er van rechts, je hebt er van links, je hebt er van boven. En je hebt er gewoon weer de gamecamera. Dus daar heb je allemaal verschillende camera's mee. We gaan nu de free camera gebruiken, want die gebruik ik ook eigenlijk wel als enige. Wat je hier kan aanpassen is look at target. Dat betekent waar je een poppetje ook maar gaat bewegen, gaat hij naartoe kijken. Dus als ik nu afspeel, kijk, hij stapt uit. De camera volgt mijn character gewoon en ja, dat kan dus. En vervolgens hebben we ook één. Dan kunnen we even doorscrollen, look at target. En dit is natuurlijk een poppetje die gewoon in een game zit, een pijltje boven. Dus wat betekent dit? Hij gaat deze character die hier zit, gaat hij de hele tijd volgen. Waar hij ook heen gaat. Nou, hij zal niet hier zo heel ver weg heen gaan. Dus ja, yeah, that's that. En je hebt bijvoorbeeld 2. Dan kun je die andere character doen. 3. Kun je een auto in de buurt doen. Zo kun je dus iedereen in de buurt kan je zeg maar volgen wat je maar wil. Je kan ook zeggen, ik wil juist dat je moved met de target. Dus dan gaat de camera bewegen met waar je heen loopt. Dus als we dit niet afspelen, zien we als hij loopt, loopt de camera mee. Kan handig wezen. Ik gebruik het af en toe wel eens een keertje om de auto te volgen, zeg maar, die wegrijdt bijvoorbeeld. En we hebben hier nog mount type, rigged. Dan zie je hieronder ook wel. Camera is mounted to the target's horizontal movements. Dus dan gaat hij als hij horen staat, dan gaat de camera alleen horizontaal mee bewegen, niet verticaal. En hier is rigged is fully mounted. Dus als hij hoger gaat of lager, gaat hij overal mee bewegen. En ja, natuurlijk de default, dan beweegt hij niet mee. Maar ja, het beweegt gewoon mee. Dat is het gewoon. Ik weet niet. Ik zou zeggen, kloot er gewoon lekker mee rond. En we gaan gewoon voor nu geen moving met de target of geen look at the target. We gaan gewoon lekker eventjes een dingetje bewerken. We hebben hier ook een shake. Dan kun je zeg maar de camera bewegement, kan je dus een beetje meer echt laten lijken. Alsof het iemand met de camera op een schouder zit of zo. Dan filmt, weet je. Dat kan, ik gebruik het zelf altijd. Heeft hij wel een beetje een niet zo statisch effectje. Dat het allemaal stilstaat, maar dat het toch wat bewegingen heeft. Gebruik ik eigenlijk altijd. En hier kun je dus de camera editen. En als je WASD gebruikt, zul je zien dat je gewoon door heel GTA eigenlijk kan bewegen. En wat wij nu willen doen is dat zodra Franklin, onze grote jongen hier, als hij gaat uitstappen, willen wij hem gewoon volgen eruit. Dus laten we zeggen, we vinden dit wel een mooie camera angle. Het zit er wel mooi op. Weet je, laten we dus hier zo staan. Dit is de beginpunt, dus vanaf hier gaat het beginnen. En wat we willen doen is een nieuwe marker aanmaken tot wanneer de camera gaat bewegen. Dus bijvoorbeeld Franklin stapt hieruit. Als je met je muis hier zeg maar over de tijdlijn heen gaat en een beetje sleept eroverheen, zie je dat we dan doorheen kunnen scrollen. En hier is dan Franklin eruit. En tot dit punt willen wij dat het onze clip heen gaat. Dus tot dit, hier willen wij dat het gaat stoppen. Wat je dan doet is even een nieuwe marker aanmaken. Dus dan druk je op M. Maak die nieuwe marker aan. Dan zie je dat hij weer een optie geeft aan camera's, depth of field en dat soort dingen. En wat je dan wil doen is hier de camera bijvoorbeeld eventjes een tikkeltje veranderen. Dus laten we zeggen dat we de camera een beetje omhoog willen laten gaan. Dus wat we kunnen doen is, je ziet hier rechts onderin of onderin zie je wel de height dat je kan aanpassen. Je kan ook de zoom, de roll. Dus laten we gewoon even een voorbeeldje doen. We willen de hoogte aanpassen, dus gaan we zo een beetje door. En we gaan een tikkeltje de camera rechts toe wijzen. Zoiets. En wat we dan zullen zien is eigenlijk, er gebeurt er niks. Hij gaat opeens hierheen teleporteren. En dat komt omdat wij nog niet de camera opties en dan volgens de blend mode. Dat hebben we nog niet aangepast. Wat dit doet is, ik kan ervoor kiezen om non te doen. Dan gaat hij gewoon pof, pof, pof naar de volgende marker toe zodra hij er aankomt. Of je gaat hem zeg maar heel soepeltjes over laten gaan naar de andere marker, naar de andere camerapunt. Dus ik zou zeggen, doe hem lekker op lineair. Gebruik ik altijd. Je hebt ook smooth. Wat hij dan doet is, gaat hij eerst beginnen, heel traag beginnen met het bewegen. En dan opeens gaat hij snel en dan gaat hij weer langzaam bewegen tot het punt bereikt is. Maar ik zou gewoon linea doen en dan zie je gewoon overal dezelfde snelte. En blend easing is een beetje hetzelfde idee als smooth.
ik zou het gewoon uitdoen. Ik zou het gewoon uitdoen. Maar ik zou zeggen, kloot er gewoon mee rond en zie wat het voor jou biedt. Dus nu we dit op lineair hebben gezet, betekent dat hij van punt naar punt gaat. En dan zullen we zien hoe dat eruit ziet. Nou, kijk eens. Dat is dus op zich nog niet eens een verkeerde shot. Maar wij willen nog een beetje meer effectjes aangeven. Dus wat we kunnen doen, we hebben nog meer opties natuurlijk, zoals ik eerder zei. Je kan inzoomen. Je kan ook uitzoomen en dat soort dingen. Kan allemaal. Bovenin staat hoeveel keer je zoomt. Je kan ook roll doen, dus dat het ietsje schever is. Het geeft toch weer echt een beetje meer, ik weet niet, het geeft weer een leuk effectje erop. Wat we kunnen doen is dit zo houden en dan gaan we bijvoorbeeld wat afspelen en dan zien we dat het zoiets is. Of we passen nog meer aan, want persoonlijk, als je nu ziet, hebben we 0,93 zoom. 0,90 is de standaard, maar ik vind dat eigenlijk een zoom-in van 2,15 ongeveer, dus als we het zo doen, even inzoomen, van 2,15, ik weet niet, het heeft gewoon een leuker effect. Het geeft gewoon meer, de field of view is gewoon mooier, dus als we het gewoon een beetje de camera aanpassen, misschien willen we gewoon wel zo hiervoor hebben, weet je, dat kan allemaal. En dan laten we het afspelen. Dan zien we dat het dan opeens weer uitzoomt. Waarom? Omdat onze tweede marker, die hebben we nog niet aangepast. Dus deze gaan we ook naar camera's, edit camera. Geven ook even 2,15 zoom ongeveer. 2,14 hebben we hier. Hoeveel hebben we hier? 2,14, dus dat is evenveel. Dus hij gaat niet uitzoomen of niet inzoomen. Hij blijft gewoon op dezelfde positie eigenlijk. En dan kunnen we afspelen en dan zien we... Oh, op zich, het ziet er niet verkeerd uit. Ja, het oordeel verandert natuurlijk, maar we kunnen natuurlijk verder kijken. We hebben dit nu zo staan. We kunnen ook zeggen, eigenlijk gaat het nu veel te snel. Het is, ik weet niet, het lijkt een beetje stroefjes. We kunnen een slow motion aangeven, dus als we deze 100% bijvoorbeeld 50% laten afspelen, zien we dat het toch eigenlijk wel weer een leuker effect geeft aan de clip. En dus dat is ook net wat voor muziek je pakt in je video. Want als je bijvoorbeeld heel snel muziek hebt van dikke hardcore of speedcore, weet je, dan wil jij niet een clip hebben die hartstikke slom gaat. Want dat past totaal niet bij. Tenzij je een rustgevend muziekje hebt, op zich wel relaxed, dan zou het er meer bij passen. Dus denk er ook om, pas je snelheid ook aan je muziek, hoe het een beetje met de beat is en de feel een beetje ervan. Eigenlijk is het laatste stuk, wat er nu zeg maar, we hebben nu dit punt zo gekozen. Het laatste stuk hebben we niks mee gedaan. Dus je eindpunt, sleep je eventjes naar die marker toe wat je toen hebt aangemaakt. Tenminste, zo doe ik dat altijd. Wat dit dan doet is, zodra je bij dat punt bent, stopt hij meteen. En niet dat hij doorspeelt en dat soort shit. Dus je hebt nu eigenlijk dit clip. Deze clip heb je nu eigenlijk. En we willen hier eigenlijk de depth of field wat meer in hebben. Want zoals je ziet, die auto op de rechts, als je die ziet, die rode auto, veel te scherp op een video. Dat willen we helemaal niet zien. Dat kan misschien wel aandacht een beetje afpakken, weet je. Dus dan gaan we naar depth of field. En dan zullen we hier opties zien. Dus je hebt bijvoorbeeld default, je hebt custom, je hebt none. Dus dan heb je helemaal niks aan depth of field. Dus alles is scherp. Default heb je gewoon, dan gaan ze een beetje, dan gaat de game zelf even bepalen van hoeveel depth of field je wilt en waar je een beetje op ingezoomd zit, maar het is nog niet helemaal optimaal. En custom is wanneer je zelf helemaal kan aanpassen en die gebruik ik eigenlijk vrijwel altijd. En je hebt automatisch, dus dan kun je automatisch de depth of field laten aanpassen. Je hebt ook de intensity, dus hoeveel blur er moet wezen kun je dus aanpassen. Dus je kan bijvoorbeeld hier heel weinig doen. Dan heb je gewoon weer zoals eerst. En dan zul je zien het wat meer blurry en minder blurry en zo on, zo on, zo on. Wat ik eigenlijk vaak gebruik is manual. Dan kan ik zelf aanpassen tot hoeveel meter de focus zit. En laten we deze eventjes allemaal focus geven op de auto en Franklin zelf. Dan zul je zien dat het niet helemaal optimaal werkt of van heel dichtbij. Dus eigenlijk wat ik hier zo voor aanraden is toch wel de automatische stand te gebruiken. Want dan zie jij meer scherpte op een auto. Maar elke clip is misschien weer anders. Dus laten we zeggen, we gaan
manual gebruiken. Hij zat op 4 meter. Laten we eventjes wat meer uitzoomen. Om toch alles wat meer scherp te kunnen maken, bijvoorbeeld. Dus laten we zo zeggen. Laten we zo op dit afstandje even doen. Kunnen we op zich wel wat moois mee regelen. Depth of field. Die veranderen naar wat een hogere percentage. Zoals je ziet wordt hij al een stukken scherper. En nu is hij toch wel echt op zijn scherpst. En je zult zien, de weg daarachter is allemaal blurry. De auto is lekker scherp en de grond eronder ook. Maakt niet zoveel uit, dat is ook goed. Anders zou het heel apart lijken. En wat we willen doen is met de tweede clip... hebben we natuurlijk ook een depth of field, of daar kunnen we ook een depth of field op zetten. En nu staat hij op niks. Dus wat hij nu doet is, hij gaat van ongeveer 6 meter blur... 6 meter afstand blur gaat hij naar niks. Dus je ziet dat de achtergrond eigenlijk langzamerhand scherp wordt. Dit willen we niet. We willen gewoon altijd de depth of field een beetje mooi inhouden. De achtergrond lekker blurry. Dat vinden wij mooi. Of juist niet. Het is jouw keuze. Het is jouw video. Maar ik doe het overal blur op. Dus dan gaan we naar de tweede clip. Ga je op klikken. En dan ga je op depth of field klikken. En dan verander jij even de focus weer op custom. En dit keer wil jij op manual natuurlijk weer doen de modus. En wil je even de focus op de auto nog steeds hebben. Al dus dat is ongeveer zoiets. Ja, het is niet helemaal scherp, maar het is iets. We kunnen ermee werken. En zoals je ziet, de achtergrond blijft gewoon onscherp. Terwijl de character, Franklin, en de auto gewoon lekker scherp blijft. En zodra je dit allemaal klaar hebt, dan... heb je eigenlijk gewoon je clip. Zo ga je dus gewoon te werk eigenlijk bij elke videoclip. Je record een nieuwe cinematic, dus wanneer je weer wat rijdt. En dan vervolgens ga je wat prutsen met de camera angles. Is dit mooi? Werkt dit goed? Werkt het toch wel wat minder? Moet ik meer inzoomen? Moet ik meer uitzoomen? Is de kijkhoek goed? Wil ik juist dat de achtergrond hier juist scherp is? Dus bijvoorbeeld we willen overgaan naar een scherpe achtergrond, maar geen scherpe auto. Dan kunnen we de blur weer aanpassen, zodat de achtergrond lekker scherp is, maar de auto zelf niet. Dat lekker 39 meter doen is scherp genoeg. Dan zullen we zien dat de auto nu langzamerhand onscherp wordt. En dan de achtergrond scherp. Zo kun je gewoon dingen aanpassen naar jouw eigen wil, in principe. En zodra je dit een beetje gedaan hebt, je vindt deze clip nu helemaal perfect. Je vindt hem echt goed, awesome. Klik je op Escape en dan vraagt hij of jou jouw project wil opslaan. Dan zeg je yes, dus Enter druk je dan. En dan kom je op dit scherm. En dan ga je hier vervolgens weer op Exit drukken, dus Escape. Of ik zeg wel Exit, maar het is Escape. En dan zitten we op dit scherm. En wat je dan wil doen is, je wil hem exporteren naar een video. Dus denk je van, ja weet je, waarom ook niet, dat is awesome. En dan heb je de keuze om frame rate aan te passen, je hebt 30 fps, je hebt 60 fps. Ik zou altijd aanraden gewoon 60 fps te gebruiken. Want als jij al zit jij maar 30 fps te uploaden op YouTube, raad ik nog steeds aan 60 fps te gebruiken. Want als jij in editing software zoals Sony Vegas en After Effects een slow motion in wil zetten bijvoorbeeld, of je clipt, loopt, wil je toch eigenlijk voor de helft nog een beetje in slow motion hebben. En, want je vindt het nog net wat te snel gaan. Kun je gewoon deze even voor de helft vertragen. En heb je nog steeds 30 fps footage. Want hoe het werkt een beetje met slow motion is. Als je 60 fps video hebt. Is op 1 speed. Dus de 100% speed in principe. En je wil hem voor de helft vertragen. Dus dan gaat hij op 50% speed draaien. En dan gaat je framerate ook voor 50% omlaag. Al dus dan is het een 30 fps clip. Maar goed. Dat is allemaal informatie. 60 fps altijd aangeraden. Bitrate gewoon lekker op high. Niet op low of medium. De bitrate is al niet helemaal fantastisch van deze clips. Maar het is nog goed genoeg voor YouTube. Dus zet hem lekker op high. Dan exporteren. Geef jouw file een naam. Weet ik voor wat. Jantje doet daar vast. Weet ik voor wat. Dat kan allemaal. En dan vraagt hij, are you sure you want to export your video? This will create a new video file and exporting will take approximately 1 minute. Nou ja, het is vaak altijd gewoon korter, want het zijn hele korte clips. En dan zeg je, ja, wat, dat is gewoon lekker renderen. En dan zul jij dit scherm zien. Hij gaat renderen. En hij is nu 70%, 80%, 90% en 100%. En hij is klaar. That's it.
Dat is het. Dit is alles. Nu heb jij je clip opgeslagen. Nu heb je gewoon een losse clip. En nu moet je hem juist terugvinden. En dat kan wel eens een challenge wezen. Zodra jij op je computer weer bent en je moet je clip weer terugvinden, kan je dit allemaal doen in de app data folder en dan local en weet ik veel wat allemaal. Dus het is best wel heel lastig voor eerst om te vinden waar jouw clip wordt opgeslagen. Maar het wordt altijd op je C-schijf opgeslagen, oftewel waar je Windows op staat. Dat kan je helaas niet veranderen. Ik snap niet waarom, maar het is helaas gewoon eenmaal zo. En wat je dan wil doen is je doet op het zoekknopje van Windows. Al heb je Windows 7 of Windows 10, weet ik veel wat. En dan zoek jij op, want als je een Engelse PC hebt, zoals ik, dan zoek je op run. Heb jij een Nederlandse PC, dus alles dat Nederlands, zou ik zeggen, zoek op uitvoeren. Nu vind ik natuurlijk niks, want ik heb een Engelse Windows. Maar als jij een Nederlandse Windows hebt, zoek dan op het uitvoeren. En enter. En dan zul jij dit schermpje zien. Hij zegt nu van type name, bla bla bla. Dus dit opent gewoon de programma's of de folder die jij eigenlijk waar je heen wil gaan. Waar de clips zijn opgeslagen is best wel een hele verstopte plek. Dus tik in percentage tekentje, app data en dan weer zo'n percentage tekentje. En druk dan vervolgens op enter. Kom je met dit mappenstructuur kom je dan aanzetten. En wat je hiermee wil doen is, je zit hierboven Sander de Kiwit. Dus voor mij hangt het vanaf hoe jouw computer heet. Heb je app data en roaming. Wat je wil gaan doen is naar app data gaan. Dus daar klik je op. Ga je vervolgens naar local. Vervolgens ga je dan naar Rockstar Games. Die hoort hier tussen te staan. Rockstar Games, yes, daar staat hij. Dan ga je naar GTA 5. Dan ga je naar video's en dan rendered. En daar zul je al jouw clips terugvinden. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal clips die ik zelf heb gebruikt. Maar hier, kijk, Jantje doet de afwas. Hij staat ertussen. 19.4 MB, groot is hij. En dan zul je zien, de clip speelt af. En je kan zo uploaden naar YouTube als je wil eigenlijk. Maar wat wij willen doen, of tenminste wat ik een beetje doe, is nog nabewerken in Sony Vegas. Dus ik open Sony Vegas eventjes. En ik laat jullie zien wat ik dan heel snel even wat doe. Dit is dan mijn projectfile van Sony Vegas. Wat ik dan eigenlijk gedaan heb is, ik heb twee zwarte balkjes, heb ik dus erboven gezet. Die kun je gewoon uitzetten. Als je wilt. Dat is naar jouw keuze. En ik heb zeg maar gewoon de clips heb ik dus geknipt en neergezet. En muziek eronder gezet. En zoals je ziet, zie je al mijn markers hier ook. Dit is allemaal op de beat. Dus je ziet hier die markers en als ik dit afspeel. Zie je dat de video speelt zich af op de beat eigenlijk. Dus dat heb ik zomaar zo gemarkt en weet ik veel wat. Dit gaat nu eigenlijk allemaal op jouw Sony Vegas scanners op. Maar dit is gewoon een beetje hoe ik het zeg maar nabewerk. En wat ik dan ook wel eens doe is dus dan tekst bijvoorbeeld opzetten. En wat ik dan ook wel doe is even een filtertje opzetten. Dus, maar ik heb Magic Bullet Looks geïnstalleerd. Zoek maar een tutorial op hoe je dat doet. Anders wordt het veel te lange video. Heb ik al wat presets opgeslagen. Contrast stuff. Gooi ik gewoon zo erop. En dan zie je zien dat de video toch eigenlijk een beetje een andere look heeft. Zie je? Nu is het heel licht. Nu heeft het de contrast is toch wat lekker wat donkerder. Het ziet er toch wat beter uit. En zo heb ik het op elke clip gedaan en yada yada ja. En dan heb ik gerenderd en online gezet en that's it. Maar het is wel een hele omslachtige tutorial, denk ik, van wat ik heb gedaan. Trouwens, toch een dingetje. Zoals je hier ziet in de clip, als je hier linksbovenin kijkt, zie je dat er een watermark op komt. Dat doet Rockstar zelf. Dus als je je video exporteert, zal jij altijd een watermark linksbovenin zitten. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Het is echt irritant. Daarom heb ik eigenlijk ook de balkjes gemaakt. Er overheen. Het geeft er meer een cinematic feel. Of cinematic feel, meer een film idee. En het laat de watermark niet zien. Ja, dat is gewoon een dingetje wat je mee in rekening moet houden. Dat komt er ook overheen. En dit is eigenlijk gewoon de video wat ik wou laten zien. Het is een hele lange video, ik weet het zeker. Maar hopelijk hebben jullie wat eraan gehad. Dus ik zou zeggen, like de video als je hem handig vond. Laat wat comments achter als je nog vragen hebt voor het een en ander. Dan kan ik je misschien helpen.
Je kan ook vragen op Twitter. Ik heb ook een Twitter, dus Dubs Gamer op Twitter. Dan kun je ook wel een vraag stellen. En dan daar reageer ik en algemeen veel sneller op. Of gewoon wel. En YouTube soms niet. Maar ja, als je vragen hebt, stel ze gewoon. En iedereen bedankt voor het kijken. En ik zie je wel bij de volgende video's. Jongens, see you later.